Hoi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag en titel ben ik er vandaag weer met een haarwerk video. En voordat ik ga beginnen, je hebt de titel gezien, je hebt de thumbnail gezien als het goed is. Als eerste wil ik zeggen, ik heb echt geen zin in reacties van nee of ja, het is zoveel beter om normale haarkleur te hebben. Of nee, roze stond je zoveel mooier. Ik hou van gekleurd haar. Ik heb er altijd heel veel plezier mee. Maar de afgelopen tijd, echt best wel wat maanden al, denk de hele tijd, ik wil weer bruin haar. Maar iedere keer doe ik het niet, omdat ik weet hoe lastig het is om weer terug hier naartoe te komen als ik dit weer mocht willen. Omdat ik dat wist, ben ik van oranje naar roze gegaan. Dacht ik, ja, laten we wat leuke dingetjes uitproberen. Maar het is herfst, dan heb ik sowieso zin in donkerder haar. Ik denk veel mensen. Trouwens, sorry dat ik heel erg aan het zweten ben. Maar ik heb net bij Bambi echt, ik heb haar echt geprobeerd zo moe mogelijk te maken, zodat ik dit kon filmen. Want we hebben net echt buiten, ja, wij noemen het zoomies, gewoon echt knonhard lopen rennen voor een half uur ongeveer. Dus vandaar dat ik zweet. Plus, zij is hier zo ook. Ik heb eigenlijk in de deuropening hier de bench geblokkeerd, zodat ze hier zo bij mij in de keuken kan en in de bench kan liggen als ze wil. Maar op deze manier is ze stil en weet ik waar ze is terwijl ik mijn haar verf en dat er niks wordt gegeten wat niet mag. Dus ja, dat zijn alle disclaimers. Ik ga vandaag jullie meenemen in het proces. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu mijn haar doen. Natuurlijk gaan we het vandaag wel weer echt heel erg op z'n Noëls doen. Want ik had van dat ik zeg maar dit nog had gedaan. Het was echt de perfecte kleur voor mij, deze bruin. Want ik heb ondertussen al echt zo'n stuk uitgroeid. En dat ziet er echt heel goed uit. Maar daarvan had ik er nog twee over. Dit is de L'Oréal Prof Gons 3 bruin. Brazil. Volgens mij een best populaire kleur. Want ik zie iedere keer dat die bij best verkocht staat op elke website. Maar deze komt dus het beste overheen met mijn natuurlijke haarkleur. Wat er gaat gebeuren. Ik ga jullie alvast waarschuwen. Want ik heb dit vaker gedaan. Hieronder is mijn haar super blond. Het is echt meerdere malen gebleekt. Het is super licht hieronder. Dus wat er gaat gebeuren is dat het haar zwart gaat lijken. Dat was bij deze kleur eerst ook. Nu is het niet heel erg goed zichtbaar. Omdat het echt nat is van het zweet van het rennen net. Maar over tijd met wassen, met zon is dat teruggekleurd. Want er was hier een klein stukje zeg maar van dat dus ook gebleekt was ooit. In elk geval, als ik dit dus nu hier overheen ga aanbrengen, wordt het super super donker. Haast zwart. Dat weet ik, dat gebeurt altijd. Omdat het dus zo licht is. Vandaar ook dat ze het afraden. Maar ze kunnen zeg maar niet tegen jou zeggen van wat er gaat gebeuren. Maar het wordt super donker. Vervolgens, als ik het ga wassen, meer naar buiten ga, meer in de zon ga, zal het teruglopen. Dit zal lichter worden dan dit. Want dit is ook nog een stuk uitgroei wat is geverfd. Dus ik hoop dat ik een mooie ombre uiteindelijk krijg. Met wat lichter bruin, donkerbruin met mijn uitgroei. Ik denk dat dat super vet gaat zijn. Maar hoe ik bedoel op zijn Noëls. Sorry trouwens als je Bambi hoort. Want die is echt van alles aan het doen hier zo achter. Die probeert stout te zijn. Maar ik heb alles gebambi-proefd. Maar wat ik bedoel met op zijn Noëls. Dit is dus van de uitgroei 2 over. Ik hoop dat deze 2 genoeg zijn. Ik ben er een beetje bang voor heel eerlijk gezegd. Ik denk dat ik er 3 nodig heb. En ik heb wel andere besteld bij de Kruidvat. Maar die kwamen echt... Die komen pas vrijdag. En op dit moment is het woensdag. En ik heb besloten gewoon in mijn hoofd om het te gaan doen. Ik moet zeggen, ik vind het spannend. Ik ben bang dat ik spijt krijg. Waarschijnlijk krijg ik gewoon spijt, laten we eerlijk zijn. Want ja, ik hou van mijn haar veranderen. Maar ik wil gewoon heel graag weer bruin haar. En elke kleur aankunnen van de regenboog qua kleding. En ik wil gewoon, als ik heel eerlijk ben, ben ik de laatste tijd ook gewoon best wel depressief geweest. En is het zwaar om je haar bij te houden? Op dit moment verf ik ongeveer 1 à 2 keer in de week mijn haar. En dat is toch iets wat je moet doen. En je haar wassen en al die dingen. En ja, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk, haarkleur is gewoon veel minder werk. De laatste tijd wil ik ook telkens meer sporten. Maar dan is mijn haar vet. Maar ik kan het niet zo vaak wassen. Want dan gaat de kleur er helemaal uit. Dus ik ben gewoon een beetje klaar met dat gezeur. En ik ben nu op dit moment zeg maar op een punt dat ik denk dat ik het prettigste vind om een natuurlijke haarkleur te hebben. Dat betekent niet dat ik niet heb genoten van dit haar. En dat betekent niet zeg maar dat ik ooit waarschijnlijk weer iets geks ga doen. Dat zal vast wel. Maar ik wil gewoon donker haar. Dus ja, we gaan dit gewoon doen. En als ik het dus niet genoeg heb, dan moet ik het vrijdagochtend op z'n Noëls afmaken. Het risico is, normaal gesproken, kijk, als ik iets heb besloten echt, ik was er heel lang over aan het twijfelen. En als ik denk, ja, ik ga het doen, dan moet ik het altijd in mijn hoofd ook echt op dat moment doen. Dus het probleem is alleen dat ik morgen een best wel belangrijk feestje heb. In de zin van waar ik gewoon goed uit wil zien. Dus als ik tekort kom, ben ik een beetje... Eft, zeg maar. Maar ik denk dat ik dan heel misschien even ga kijken of ik 's ochtends vroeg naar de Kruidvat wil gaan. Ik heb geen idee. Laten we hopen dat we aan 2 genoeg hebben in elk geval. We krijgen sowieso trouwens weer de super fijne conditioner. Echt de fijnste conditioner die er is. Kun je volgens mij niet loskopen. Ik ga ze gewoon gelijk allebei mengen.
Ik heb hier al een bak staan met een kwast. Maar waarschijnlijk gebruik ik die niet, want ik ga alleen mijn lengtes verven. En ik ga proberen ook geen verf op Bambi te krijgen. Waarschijnlijk horen jullie haar af en toe. Dat is dan maar zo eventjes. Sorry daarvoor, maar ik ben op dit moment alleen thuis. Oh, en ik heb trouwens ook helemaal niks tegen Luc gezegd dat ik mijn haar ging verven. Nou moet ik zeggen, hij is wel wat gewend van mij. Want als ik mijn haar wil veranderen, dan weet hij dat het echt gewoon instant is. En dat we dan gelijk naar de kruidvat of etels moeten. Dus ik denk dat we verbaasd zijn, maar niet super verbaasd. Ik ben wel echt benieuwd wat de reacties gaan zijn. In de zin van, ik hoop dat jullie gewoon aarden. Ik vind het soms lastig qua uiterlijk, weet je wel, complimentjes heb ik zoiets van. Je kan natuurlijk zeggen, oh het staat je heel mooi als ik straks bruin haar heb. Dat je dan zegt van, oh ik vind het heel mooi bij je staan. Dat kan natuurlijk, maar het is wel, ik vind dat is zo'n backhanded compliment. Als mensen tegen je zeggen van, ik vond het andere mooier bij je staan. Of dit is zoveel mooier dan wat je had. Dat is geen compliment, vind ik. Ik snap dat het zo bedoeld is, maar ja, dan is het zo van, oh oké, dus je vond dat vorige lelijk bij me. Oh, wat ben ik aan het doen jongens? Het is echt 's avonds laat op dit moment. Ik gooi er bijna gewoon stap 1 er helemaal in. Terwijl ik hem nog niet heb geschud met de andere ingrediënten. Oh, oh, oh. Dit is echt zo'n soort video. Dus als je vindt dat ik ratel, dat komt dan ook effing moe ben. Ik wou bijna vloeken, sorry jongens. Maar ik ben echt kapot. Het is echt zwaar de afgelopen tijd. Mami heeft de laatste paar dagen echt heel veel energie. En ze is volop in de puberteit. En ondertussen probeer ik de hele tijd te werken. En voor deze gekkie zorgen. Dus ik ben helemaal kapot. En de laatste tijd kan ik ook heel slecht slapen. Dus wat gaan we doen? Slaapdronken, ons haar verven. Zoals je denkt, waarom ben je zo raar en hyperactief? Dat is altijd voordat ik in slaap val. Dat je het vast weet. Ik zet deze twee trouwens wel eventjes zo ondersteboven neer. Zodat als er nog iets in zit straks, als ik nog desperate iets nodig heb, dat kan gaan knijpen daaruit. Nou, dit is wat we in de aanbieding hebben. Het is echt niet zoveel. Ik ben er maar een beetje bang voor. Living life on the edge. Oh, ik heb de keuze gemaakt jongens. We gaan ervoor. Ik hoop heel erg dat Bambi zo rustig wordt. Maar ze vindt het allemaal heel fascinerend wat ik aan het doen ben. Ik probeer het trouwens ook een beetje los te laten. Ik had de vorige keer voor Disney, voordat we op vakantie gingen, mezelf echt super druk gemaakt. En ik was kei gestrest toen we weggingen. En toen had ik wel gewoon 4 video's in de week voor jullie. Maar ik heb besloten, we gaan dus binnenkort naar Tenerife. En ik heb echt een beetje voorgenomen van, ik ga niet stressen. Als ik het niet red, red ik het niet. En dan krijgen jullie even 2 weekjes bijvoorbeeld maar 3 video's. Heel misschien 2, maar ik denk gewoon dan misschien 3. En ik ga wel gewoon mijn best doen, maar ik ga proberen niet te stressen als het niet lukt. Want ja, ik ging echt al echt heel oververmoeid en gestrest Disney in. En dan is het ook gewoon niet leuk, weet je. Want dan ben je kei moe. Dus ja, dat heb ik mezelf wel echt voorgenomen dit keer. Dus ik hoop dat jullie dat ook oké vinden en begrijpen vooral. Ik ben ook maar 1 iemand die alles doet. In de zin van filmt, presenteert, edit, upload, thumbnails maakt, de instellingen doet voor video's, Instagram, TikTok af en toe. Ik probeer daarin te komen. Ik doe de laatste tijd mijn best. In elk geval, ik heb de laatste tijd heel veel ideeën. En het lijkt me ook gewoon heel leuk. Maar tijd, zeg maar. Want als ik TikTok zou willen doen, dan wil ik het wel goed doen. En dan wil ik het ook echt leuk doen. En van goede kwaliteit. Zeg maar niet zo 1, 2, 3 heel snel op mijn telefoon en zo. Daar heb ik al mijn ideeën over. En wil ik ook binnenkort echt in gaan duiken. Trouwens, waarschijnlijk wordt het wel een beetje zo'n bruin met een rode gloed. Omdat er roze onder zit. Maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Vind ik wel een beetje herfstig. En ik hoop gewoon op vakantie dat het ook wat sneller licht wordt. Dat het een mooie bruin kleur wordt. Want het zal nu heel donker worden dus. Wat ik nou trouwens ook heb gemerkt. Ik weet dat ik nog jong ben hoor. Ik ben niet aan het klagen. Maar ik word echt gewoon grijs. Ik heb echt zoveel grijze haren. En dat zag ik de afgelopen tijd gewoon niet. Omdat ik zoveel mijn haar verf. Maar omdat ik mijn uitgroei nu bruin had gemaakt. Hoefde ik dat niet meer te verven. Dat gedeelte zeg maar. Hoefde ik niet meer te verven. En in één keer zie ik allemaal grijze haren bij me uitgroeien. Dat ik echt denk, oh, ik ben 25, maar mijn pa was heel snel grijs. Dus vandaar. Ik heb die genen helaas gekregen. Sorry trouwens, als jullie Bambi horen. Alle onverklaarbare geluiden zijn mijn hond hier zo. Luc die vroeg ook laatst van aan mij, is het mogelijk dat een hond ADHD heeft? Ik heb geen idee zelf. Maar als dat mogelijk is, dan heeft Bambi het 100%. Ze heeft zoveel energie en ze is zo snel afgeleid. In de zin van, dan moet ze super nodig naar de wc en dan geeft ze het heel netjes aan. En dan is ze buiten en dan echt binnen 3 seconden is ze afgeleid. En dan moet je haar echt aan herinneren van, moest je niet naar het toilet? En dan op een gegeven moment denkt ze, oh ja, ik moest naar het toilet. Dus dat is soms wel een beetje lastig. Ook voor haarzelf, want daardoor vergeet ze heel vaak dingen die ze wilde doen. Maar ja, ik heb niet super veel zin om eigenlijk heel lang te ratelen. Want ik weet dat ik dat op dit moment aan het doen ben. Dus ik ga nu eventjes gewoon kijken hoe ver ik kom met mijn haar verven. En dan ben ik zo met jullie terug. Als het gelukt is, in de zin van als het gelukt is om alle verf erin te krijgen overal. Of dat het een ramp is en dat ik niet genoeg had. You never know with my hair videos.
ben ik weer en het is echt letterlijk net gelukt. Zoals je kan zien, misschien, ik heb een lamp neergezet, dus ik hoop dat het licht een beetje oké is. Maar het is helemaal donker geworden. Ik heb letterlijk alles gebruikt. Hier zo is de bak, die is echt helemaal leeg. En ik heb echt ook nog lopen schudden, kleine beetjes. Ik heb alles bedekt. Het ziet er nu dus zwart uit. Wat ik zo al zei tegen jullie, het zal heel donker worden eerst. Dus, maar volgens mij heb ik alles bedekt. Dus dat is top. En als ik nou de komende dagen erachter kom dat er één plekje is, dan kan ik dat doen met degene die ik verwacht binnen te komen. Ik zit wel helemaal onder. En zoals altijd, jongens, ik weet het. Vaseline, dagcrampie, zorgt ervoor dat je dit probleem niet hebt. Maar natuurlijk heb ik dat weer niet gedaan, zoals altijd. Maar ik ga het nu uitspoelen. En ik ben binnenkort dan bij jullie terug. Ik denk dat ik dat over 2 dagjes even film, het eindresultaat. Dus jullie kunnen zien wat het is geworden. Wanneer ik er echt helemaal mooi uitzie, dit een beetje weg is. En make-up heb gedaan en zo. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Nou jongens, daar ben ik dan alweer. Ik weet dat ik had gezegd dat ik niet nu terug zou komen, maar oh mijn god, ik ben op 6. Ik hoop heel erg dat het overkomt hoe het is. Het is in het echt donkerbruin. Je ziet echt wel dat het donkerbruin is. Ik heb gewoon heel even snel een topje aangegooid, een beetje mijn make-up gedaan, omdat ik zelf zo enthousiast was. I love it. Ik ben er echt op 6 mee. Ik voel me zeg maar het lelijke verloren zusje van de Kardashians en ik ben er op 6 mee. Dus daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Het was echt gewoon tijd. Ik vind het super leuk. Het zal dus lichter worden. Want het is nu gewoon heel erg donker met zon. Bam is op dit moment op de achtergrond aan het spelen. Dus sorry als dat hoort. Maar met de zon en als ik op vakantie ga zwemmen in het water en zo, zal het wat lichter worden. Maar ik vind het donkere eigenlijk ook wel wat hebben. Ik vind het echt heel erg leuk. Gaat het allemaal goed? Moet speelgoed dood. Dus ja, dat is eigenlijk voor deze video. Dit is het eindresultaat. Ik ben er super happy mee. Ik heb geen idee hoe het overkomt op camera. Maar in het echt is het echt donkerbruin, zeg maar. Ik zal wel nu eventjes hier zo een foto in beeld brengen. Met licht dat je het goed de kleur, zeg maar, kan zien. I love it. Obsessed mee. Ik heb een goede keuze gemaakt. En nu heb ik ook gewoon de vrijheid om te sporten. Mijn haar mag nat worden. Ik kan gewoon weer alles doen. Dat vind ik heel erg fijn. En het was gewoon nu het goede moment. Ik weet dat ik een beetje bekend sta om mijn gekke haarkleuren. Dus daarom vond ik deze video ook een beetje spannend om te maken, maar ik ben helemaal happy. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik hoop gewoon dat jullie vooral aardig zijn en het oké vinden dat ik nu geen gekke haarkleur meer heb. Want ik ben er persoonlijk gewoon echt heel erg blij mee. En ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ook al is het een beetje last minute, ben ik heel blij dat ik het heb gedaan en dat het zo is uitgepakt, terwijl ik niet alles in huis had. Dus ik ga het hier eindigen. Ik ga nu lopen met Bambi. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Het is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou er weer in mijn volgende video. Doeg! Bambi, wat ben je niet dan? Zeg maar even doei. We matchen nu. We zijn allebei bijna zwartharig. Je hebt het ook bruin eigenlijk. Oké, doei mensen. Doei. Doei. Zeg geen doei. Doei. Doei.